Hallo en welkom bij de eerste video van deze videoserie, waarin ik je ga helpen om meer in jouw kracht te komen, zodat je echt voluit expressie kunt geven aan wie jij bent en wat je wilt. Allereerst wil ik je heel graag bedanken voor alle leuke reacties die ik heb gekregen op mijn eerste video en iedereen die het heeft gedeeld. Superleuk! En in deze video ga ik je helpen hoe je nou meer rust kunt creëren tussen je hoofd en je hart. Er zijn zoveel mensen die me vragen, Maria, hoe weet ik nou of iets van mijn hoofd komt of vanuit mijn hart? Handel ik nu uit mijn ego of ben ik echt uit mijn hart aan het handelen? Ja, voor mij is dit iets heel logisch, maar ik weet ook nog te herinneren dat ik dat eerst ook heb afgevraagd van wanneer komt nou iets uit mijn hart, wanneer komt het nou uit mijn hoofd? En ook met name, hoe kan ik nou die innerlijke rust ervaren? Als ik naar mezelf kijk en ik neem je dan gewoon een beetje terug mee in de tijd, dan was ik eerst ook heel veel aan het nadenken wat ik nou zou willen in mijn leven en was ik daardoor heel veel aan het twijfelen. Dat is wat het hoofd doet. Hoe je herkent dat iets uit je hoofd komt, is dat er dus ook twijfel bij is. Jouw hart weet wat goed is. Dus dat is al een eerste kenmerk hoe jij kunt weten of iets uit je hoofd komt of uit je hart. Want je hart weet gewoon. Daarom is het belangrijk dat we allemaal weer leren om naar binnen te gaan. Dus inkeren om inzichten te krijgen en inspiratie. Dus vanuit je spirit, vanuit een dieper niveau. Dat is wat we allemaal willen en dat is allemaal wat we aan het doen zijn nu ook. Daarom zijn zoveel mensen nu aan het mediteren, yoga aan het doen, om die innerlijke rust ook weer te ervaren. En vanuit die rust kun je dichter bij je hart komen. Wanneer je uit je hart handelt, heb je een gevoel van weten. Er is geen enkele twijfel, je voelt gewoon. En misschien ken je die momenten wel in jouw leven, dat je ineens zoiets hebt van wow, ik weet het, het is helder en dat je ogen gaan stralen. Nou, dat komt vanuit jouw hart. En daarom is enthousiasme ook, je zou het kunnen zien als een soort goddelijk teken, dat je weet dat je op de juiste weg bent. Al moet je soms ook wel uitkijken bij enthousiasme, want wat ik zelf wel heb gehad, is dat ik soms in een droomwereld leef. Ik ben dan zo overenthousiast en in mijn droomwereld is alles er al, maar ik vergeet het haast dat het hier eigenlijk nog niet zo is. Dus dat is wel iets waar je voor kunt uitkijken, dat je niet te veel in de droomwereld opgaat en dat het in de werkelijkheid eigenlijk totaal iets anders is. En we leven nog steeds in een wereld met materie waarin geld ook een rol speelt. Dus wat dan weer handig is, als je dus heel veel aan het dromen bent, dan heb je de functie van het hoofd om al die dromen weer concreet te gaan maken. Dus ik weet dat heel veel mensen die de video's kijken ook iets willen doen met hun passie en vanuit hun passie ook hun geld willen verdienen. En dan helpt het wel heel erg om ook je mind actief te gaan gebruiken. Dus het is een soort boeren-Nederlandse verstand. Hoe kan ik nou mijn dromen in actie zetten? En soms zijn de dromen zo groot en lijken die zo ver weg. Maar wanneer je dus in een soort plannetje zet, dan kan het soms heel veel rust geven. En dat betekent niet dat het ook precies als jouw plan zal gaan, maar het geeft wel orde en rust in je hoofd weer. Want dat hoofd die neemt je de hele tijd mee hier naartoe, daar naartoe. En als je alleen maar laat bij dromen, dan komen er ook twijfels, want het gebeurt niet vanzelf. Aan de ene kant kun je zeggen, het leven gaat vanzelf als je vanuit je hart handelt. Maar wanneer je stil blijft zitten en niet in beweging komt, en dan gaat er ook niet zoveel gebeuren. Dus jij bent de speel die het verschil kan maken. Dus het is fijn om in je hart te gaan zitten en te gaan dromen en te gaan voelen. En het kan vanzelf gaan gedurende de dag. Maar zelf vind ik het fijn om echt daar tijd voor te nemen aan het begin van mijn dag. En echt bewust even naar binnen te gaan. En naar binnen te kijken en te voelen van wat maakt mij nou blij. En wat ik ook zou willen meegeven als je mediteert, zelf vind ik het ook fijn om voordat ik mediteer mezelf in een goede staat van zijn te brengen. Dus echt actief met mijn mind te gaan werken en mezelf in een positieve staat van zijn te zetten. Daar is de mind geweldig voor. De mind kan je echt helpen om naar een bepaald gevoel te gaan. Dus je kunt aan dingen denken die jou blij maken of een hele mooie is dat de dankbaarheid. Dus waar ben je dankbaar voor? En dat actief met je mind te gaan creëren, dat gevoel. En dan, doordat je dankbaar bent, kom je al dichter bij jouw hart. En als je dan naar binnen gaat, dan ben je al in een betere vibratie om te verbinden met wat er nou in jouw hart omgaat. Dus om te herkennen, komt iets uit mijn hart of uit mijn hoofd? Als het vanuit je hart komt,
dan weet je gewoon. Dan zijn er geen zorgen, dan is er alleen maar gevoel dat er naartoe wilt gaan en een positieve energie. Maar als iets uit je hoofd komt, dan is het vaak de ene keer dit, de andere keer dat. Het twijfelt, het stelt vragen, het beredeneert. En dat helpt je niet. Maar ik wil je helpen dus om in ieder geval te weten van wat is nou de functie van mijn mind en wat is de functie van mijn hart. En de mind kan jou echt geweldig helpen om jouw droom te realiseren. Dus gebruik jouw mind om bijvoorbeeld te plannen, om dingen concreet te maken. Want dan ga je dromen ook tot werkelijkheid komen hier. En ga je het als het ware manifesteren. We zijn hier om het proces te aanschouwen van de creatie. Dus we kunnen niet alles controleren en alles creëren op een manier dat we het precies weten hoe het gaat. Het gaat meer om dat je de juiste intenties uitzet, in beweging komt en aldoende leer je en kun je aanscherpen. Dus kom in beweging en ga beginnen met eerst gewoon naar binnen gaan. En ga bij jezelf voelen, wat wil ik nou, waar wil ik naartoe? En ook misschien van wat zit mij nog in de weg? En dan is je mind ook weer een geweldige tool, want jouw mind kan je weer actief helpen om die beredeneringen uit jouw ego of uit je angst op te lossen en terug te laten gaan naar liefde. Want dat is veel dichter bij de essentie wie je werkelijk bent. En dan kun je weer verbinden met die bron die allemaal in ons zit, waar we allemaal mee zijn verbonden. Want afscheiden zijn is maar een illusie. Maar verbind je zoveel mogelijk met die bron en die energie gaat jou helpen om te bewegen naar waar je naartoe wilt. In de volgende video gaan we het hebben over jouw zielenmissie. Vraag jij je wel eens af, waarom ben ik hier op aarde? Waarom doen we dit allemaal? En hoe weet ik nou of ik op het juiste pad ben en wat mijn zielenmissie is? Hier gaan we het over hebben in de volgende video. En daarbij ga ik je helpen en ook weer een opdracht geven. Zodat jij dichter bij jezelf komt en meer expressie kunt geven aan wie je werkelijk bent. Mocht je nou nooit meer een video van mij willen missen, kun je inschrijven op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jou in de volgende video.